Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren en in het bijzonder onze gasten. En allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren, we heten u hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee E.J. van der Linden uit Capelle aan de IJssel. De voorbedes en dankzeggingen zullen vanmiddag worden gedaan door dominee Van der Ree. Het schriftgedeelte dat we vanmorgen gaan lezen is uit het Oude Testament, Genesis 28, daarvan de versen 10 tot en met 22. Het thema is: God vindt zijn kind Jacob. De bankcollecte is bestemd voor de vaste kosten van de kerk en die kunt u overmaken op uw welbekende rekeningnummer. En de fysieke collecte doen we altijd voor de slotzang en die is in deze keer voor de hulpdienst in zicht. Een diaconale ondersteuning vanuit onze diaconie. We zingen nu met elkaar Psalm 131, vers 4. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. Wij verwachten kracht, hulp en zegen in de naam van de Heere God. Het is de God die hemel en aarde ook ons gemaakt heeft. Hij is trouw. Hij gaat door met zijn werk in ons persoonlijke leven, in onze gemeente en ook in deze wereld. Ik groet jullie namens deze God. Genade, barmhartigheid en vrede voor jullie allemaal. Van God onze Vader, door onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in de verbondenheid door de Heilige Geest. Amen. Het gaat deze dienst over verlangen naar God. Nou, de vraag aan u, aan jou is: verlang je naar God? Nou, misschien zeg je wel van, nou, weet ik eigenlijk niet. Misschien zijn er wel die zeggen van, ja, ik verlang naar God. Hij is mijn God, mijn Heer, mijn Verlosser. Nou, wij zijn hier om ons verlangen te richten op God. En dat doen we met de bekende psalm, Psalm 42. Het hijgert hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. Thank you.
We luisteren naar de bedoeling van God met ons leven en zingen in antwoord daaraan van Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend en metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Nu, wat is de bedoeling van God met ons leven? Ik begin graag om dan te noemen het dubbelgebod van de liefde. Jezus heeft alles wat er in de Bijbel staat als bedoeling van God met ons leven samengevat met: heb de Heer je God lief. Met heel je hart, met heel je ziel en met al je krachten. Dat is het belangrijkste, zegt de Heer Jezus. En het tweede gebod hieraan gelijk is: heb je naaste lief als jezelf. Dit is de bedoeling van God met alles wat hij zegt. En dat verbijzonder ik graag met de lezing van Exodus 20. 10 woorden sprak God tot Israël en vanochtend ook tot ons. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden, dus duizenden geslachten van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet maar zo gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, dat is apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Zullen we samen aan God een zegen vragen over deze dienst? Getrouwe God, Vader in ons Heer Jezus, we zijn u oprecht dankbaar dat we vanochtend hier samen in de kerk mogen zijn op deze zondag. Dank u wel dat het weer zondag is. Dag
met u, dag met elkaar. En dan zijn we hier in de kerk om uw grote naam te loven, om te luisteren naar uw woord, om samen onze gebeden tot u op te zenden. En dan kan het maar zo zijn dat we zeggen van ja, dat zal allemaal wel, maar ik weet niet of het wel leeft in mijn leven, in mijn hart. Drukke week geweest, spanning, zorgen, op naar de vakantie, dat moet dan ontspannen zijn, maar kan ook heel veel zorgen en spanning opleveren. En dan zitten we hier in de kerk. En dan komen we tot u. En wat we dan zo heerlijk vinden, Heere God, dat is dat u naar ons toe komt. Dat u uw zorg aan ons geeft. Dat u vol liefde voor ons bent. En dat het laten zien in de Heere Jezus Christus. En wellicht moeten we dan bekennen dat we dat niet hebben bedacht deze week, dat we daar niet mee bezig zijn geweest. En dan willen we u, Heer Jezus, erkennen als degene die de brug heeft geslagen tussen hemel en aarde, die ons de weg heeft vrijgemaakt, zodat u, Heere God, met uw liefde, met uw zorg naar ons toe kan komen. En wat we dan willen is belijden onze zonde en schuld. Dat we daar niet mee bezig zijn of bezig zijn geweest. Dat we van ons leven er soms toch een potje van maken. Dat dingen anders gaan als dat we willen. En dan kunnen mopperen en schelden. En dan komt u ons tegemoet met uw liefde. En wat we dan willen, Heere God, dat is uw vraag. En geeft u ons een geopend hart om die liefde van u te ontvangen. Laat ons mogen begrijpen waar het om gaat in uw woord, in de bedoeling van u met deze wereld, met onze gemeente, met mijn persoonlijke leven. En wil u vragen, wees u bij ons. Ziet u ons aan, samen en ook ieder afzonderlijk in de Heer Jezus Christus. We willen u dat bidden, niet omdat wij dat zouden hebben verdiend, maar alleen uit genade om Christus wil. Amen. Nou, fijn dat er zoveel kinderen in de kerk zijn. Hè? Of jullie nu gewoon lekker hier zitten naast jullie papa, mama of opa of oma. Of ja, dat het even niet zo goed gaat. Hè? Dat kan in het leven, dat het even wat minder goed gaat. Fijn dat jullie er zijn. En ik wil jullie iets vertellen over wat ik gisteren meemaakte. Ik was op de tuin. En daar zag ik, terwijl het heel hard waaide, een vogeltje die zijn poten vastklemde om het tak. En het woei heel hard, maar dat vogeltje dat hield echt zich goed vast aan die tak. En er kwam echt een rukwind. Maar hij bleef aan die tak zitten. En toen moest ik denken aan de Bijbel, want dat is onze grond waarop we staan, zoals we wel zeggen. Dat is vast, dat is zeker. En daar gaat ook een Bijbeltekst over. Ik ben benieuwd of jullie die kennen. Dat is de tekst, uw woord is een heel goed, een lamp voor mijn voet en een pad hoor ik al. Ja, en wat is die op ons pad, op ons levenspad? Een woord, een licht, hè? Een licht op ons pad. Dat kun je ook zingen, hè? Er zijn heel veel melodieën gemaakt op Bijbelteksten. Misschien kennen jullie dat lied wel, dat gaat zo. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp, uw woord is een licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ja, kennen jullie dat? Ja? Nou, zing maar een keer mee. Zullen we hem nog een keer doen? En dan zingen jullie met me mee. Daar gaan we. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp, uw woord is een licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Nou, we gaan nu verder uit de Bijbel lezen en dat is uit, zoals gezegd, Genesis 28. Dat gaat over de aartsvader Jacob, hè, zoon van Izei, zoon van Abraham. En nou, we gaan het eerst lezen en vervolgens gaan wij straks luisteren naar wat God ons daarin wil zeggen. Als ik het wel heb, gaan de kinderen dus naar de schriftlezing, naar de parel. Hè? Klopt dat? En wij zingen dan vervolgens Psalm 42, vers 5 over de Heer die uitkomst geeft. Nou, Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Dat is ongeveer iets boven het huidige Libanon. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en hij zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Tot zover de lezing van Gods woord.
De tekst voor de verkondiging is het u voorgelezen gedeelte uit Genesis 28. En na het amen van de verkondiging gaan wij met elkaar zingen Psalm 146, vers 3 en 4. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het gaat deze ochtend over verlangen. Verlangen. En verlangen is een machtig iets. Het is een vermogen dat God heeft gelegd in ons hart. Of erin zal leggen. De kerkvader Augustinus zei dat verlangen de diepste laag van ons mens zijn raakt. En het is fundamenteler dan ons willen, ons voelen of ons denken. En we leven in een rationalistische tijd en wij denken dat we vanuit ons denken leven, maar dat is niet zo. Wij leven vanuit ons gevoel. En daar weet de reclamewereld maar al te veel van. Als je hoort hoeveel dat zij betalen voor, nou ja, 1 of 2 seconden reclame bijvoorbeeld. Of de supermarkt, hè, die zetten dan net voor de kassa van die lekkere producten, zodat u wat impuls aankopen doet als u net niet gegeten hebt en dat soort dingen. Augustinus spreekt dan van verlangen of liefhebben als het gericht is op God. He, onze grote, almachtige schepper, onze liefhebbende Vader dankzij onze Heere Jezus Christus. Onze oneindig creatieve inspirator door het werk van de Heilige Geest. Dan gaat het om een verlangen wat van ons mag uitgaan naar God, naar onze Vader, dankzij de Heer Jezus Christus. Maar als mensen bevrediging van hun verlangen zoeken in alledaagse werkelijkheden, in het hier en nu, in geld en goed, in lust en leut, in status en controle, dan spreekt Augustinus over begeerte. Of libido. En de vraag aan ons is een beetje aan het begin van de preek, hoe zit ik er nou in? Wat beheerst nou mijn leven? Is dat dat verlangen naar God? Dat liefhebben van God? Of is het dat begeren in allerlei soorten en maten, libido noemde ik zojuist. Dat je zegt van ja, er zit van alles in mijn leven en dat klopt allemaal niet zo. Nu, wat de Bijbel ons toe uitnodigt is dat wij gaan verlangen naar God. En misschien zijn er wel die zeggen van ja, ik verlang naar God. Daar hoef je eigenlijk niet voor te schamen. Dat doen we wel gauw als ik zou vragen van wie verlangt er naar God? En u hebt echt een verlangen naar God in uw leven, dan is de kans niet zo groot dat u dan de hand opsteekt en zegt van ja, ik verlang naar God. Maar het is wel fijn als u het hebt. Ja, dat je echt verlangt naar God. We zoeken dat ook juist met Psalm 42. Dan mijn ziel verlangt. Nou goed, wat is dat heerlijk als je dat kent. En als je dat koestert. En dat dat delen van je dag vervult. Maar met dat verlangen mag er ook een beweging zijn naar God. Hè? Dat we tegen God zeggen van God, hier is mijn hunkering naar geluk. Ik voel dat er spanning in mijn leven zit en ik wil een hele hoop, maar ik weet het niet zo goed. Maar Heere God, hier is mijn verlangen naar u toe. Hier is mijn diepste zelfexpressie. Ik snap mezelf soms niet, maar hier is het. Ik geef het aan u. Hier is mijn verlangen naar welzijn, naar succes, naar vreugde, naar vrijheid. God, naar u gaat mijn verlangen uit. Hier tegenover staat, even naar de andere kant nog hellend, dat verlangen naar plat genot. En dat vult onze media. En als je je telefoon opent, heb je maar zo kans dat je midden in tafereel of in filmpjes of foto's komt, waarvan je zegt van ja, dat gaat over bevrediging van lust. Nou, dat wil
hebben, hè, dat wil nemen, dat wil krijgen. En dat is het verlangen naar als ik het maar heb en de ander die zoekt het maar uit. Je neemt wat niet van jezelf is, goedschiks of kwaadschiks. En als de ander onwillig is, dan zeg je, nou, ik krijg je wel. Maar krijgen betekent ook vechten. Denk aan onze krijgsmacht, die doet dat naar de regelen van de krijgskunst. Maar wat vechten we wat af in ons land en daarbuiten? Ja, uit hebzucht, eigenbelang, egoïsme. Wat kunnen we elkaar de tent uitvechten? En dan hoef je niet eens naar het huis van de buren te gaan. In de persoon van de aartsvader Jacob hebben wij een figuur die ze beide kent. Hij heeft een diep verlangen naar God, de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar hij wordt ook enorm gedreven door een begeerte naar liefde, naar bezit. Hij belicht en bedriegt daarvoor iedereen, zijn familie, zijn vader, zijn broer. En hij wordt ook belogen en bedrogen. Als Jacob na zijn vlucht naar Padan Aram bij zijn oom Laban komt en hem zijn vluchtverhaal vertelt, dan zegt die oom een beetje cynisch van, nou, ik kan wel zien dat je familie van me bent. Zo van, dat had ik ook wel kunnen doen. Hè? Zo zijn we dat een beetje gewend in onze familie. En de tijd die volgt, is er een van elkaar te slim af zijn. En dat eindigt in een vlucht van Jacob met zijn vrouwen en kinderen, zijn hele hebben en houden, naar Kanaan. En wellicht zegt u, zegt jij van, ja, ik herken die dubbelheid wel. He, dat verlangen naar God, he, dat herken ik. Maar ik ken ook die andere kant. He, wat kun je soms irritant gericht zijn op jezelf. Wat zet je dan jezelf centraal en wat kun je dan liegen en bedriegen? De boel echt verstieren. Het thema voor de preek vanochtend is dan, God vindt zijn kind Jacob dat de boel verprutst heeft. Dat is het thema. God vindt zijn kind Jacob dat de boel verprutst heeft. God blijft Jacob opzoeken, hem bemoedigen. Hij geeft hem zijn genade en dat geldt, beste mensen, ook voor ons. Hij denkt niet van, ik heb de boel zo verprutst, God zal wel niet naar mij omzien. Is er iemand die dat denkt? Zo van, ja, ik weet niet of ik aardig genoeg ben voor God, of ik het goed genoeg naar de zin gemaakt heb naar God. God vindt ons, jou. En dat doet hij vol liefde, omdat hij een God van liefde is en een God van liefde blijft. En dat vind ik het geweldige van het evangelie, dat ik tegen jou mag zeggen, God houdt van je. En geloof je dat? En geloof je dat? En God houdt van ons. Maar dat mogen we heel persoonlijk maken. God heeft dat laten zien in de Heer Jezus Christus. En dat is het thema van vanochtend. God vindt zijn kind dat de boel verprutst heeft. Nu, we lezen uit het eerste boek van de Bijbel, Genesis. Wat betekent eigenlijk Genesis? Iemand van u enig idee wat Genesis betekent? Ligt vaak voor de hand, hè, dat soort begrippen, maar ja, Genesis, wat betekent dat eigenlijk? Begin, ja, dat is een goeie, dankjewel. Wat komt er heel dichtbij? Begin, ja, het eerste boek van de Bijbel. Het is hem niet helemaal, nog iemand een suggestie? Ja, het betekent wording. Genesis betekent wording. Dus hoe is de wereld geworden zoals we die zien? Hè? Van de Mont Blanc tot de
gletsjers op Groenland, althans wat er nog van over is. Van onze nationale vogel, de grutto, tot onze nationale bloem die recent is gekozen, het madeliefje. Dan zegt Genesis, kijk, zo is dat geworden. Nou, daar ben ik wel heel blij mee, want kijk, je kunt heel veel uitleggen. En dat is ook de wetenschap, die legt heel veel uit. Maar dingen maken zoals ze zijn, zoals we die zien, dat is heel lastig. Ga nou eens naar de geleerdste professor en kom met een madeliefje bij hem en zeg, maakt u nou eens precies zo'n madeliefje, die groeit en bloeit met allerlei kleuren en die zichzelf kan ontwikkelen. Dan zul je zeggen, dat is toch eenvoudig voor zo'n geleerde professor met een laboratorium met allerlei machines enzovoort. Maar kan die dat maken? Nee. Dat kan hij niet. Hij kan dingen verklaren, maar hij kan niet dingen creëren, zoals we dat zien. Nou, ik reed hier naartoe, langs de snelweg stonden echt bossen met gele bloemen. Dan zeg je toch, wauw, dat is onze God, wat geeft hij ons geweldig veel. Nou, Genesis zegt, kijk, zo is dat ontstaan. Dat is het werk van onze God. Genesis legt ook uit hoe de mensenwereld is geworden. Van de Bushmen met hun klik-klaktaal tot het Joodse volk met hun besnijdenis en paasgaanviering. Genesis legt ons ook uit hoe het komt dat deze mensenwereld zich tegen God heeft gekozen, gekeerd. Dat zien we om ons heen. Want ja, hoeveel mensen kom jij tegen die zegt tegen jou van ik wil je wat vertellen over God? Of in de media dat je een uitleg krijgt over wie God is en wat God doet. Waar komen we dat tegen? Nou, ik niet veel. Nou, woon ik in het geseculariseerde Westen. Maar ik denk ook als je hier wat rondloopt in Veenendaal en omgeving, dat je er niet veel tegenkomt. Nou, Genesis zegt, kijk, we hebben ons tegen God gekeerd. We vinden onszelf belangrijker dan God. God heeft veel gemaakt, heeft veel gedaan, maar we zien het allemaal niet. We erkennen God niet als de God van dit alles, de God van ons leven, want we hebben ons tegen God gekeerd. Zo is het geworden. God wil dat we hem zullen liefhebben en de naaste liefhebben als onszelf. En zo een warme gemeenschap vormen in cirkels, in kleinere en grotere cirkels. Dat is de bedoeling, maar wij zijn hier in dit land, in het Westen, individualisten geworden. We gaan alleen maar voor onszelf en voor ons eigen belang. Ja, ik overdrijf, ik zit hier wat vanaf de preekstoel te roepen. Misschien zegt wel van, nou, ik zie het toch wel wat anders in. Nou, fijn. Belangrijk. Maar het is wel het klimaat waarin wij leven. Dat individualistische, als ik het maar heb, en in Nederland is het niet meer, en God voor ons allen. En dan heb je het over God en dan zeg maar, God, ja, er zal wel iets meer zijn tussen hier en nu, maar wie God is en wat God doet, geen idee. Nu dan vertelt ons Genesis wie God is en hoe de dingen gekomen zijn, hoe de dingen zijn misgegaan. Maar weet je wat ik ook zo fantastisch vind van dit boek? En dat is dat het ons ook vertelt hoe God de oplossing heeft aangedragen voor deze wereld in verval. Een mensheid die alleen aan zichzelf denkt. Dat God kwam met een reddingsplan. En dat heeft ontwikkeld in het Oude Testament via het Joodse volk tot op de persoon van de Heer Jezus. En vervolgens is de kerk ontstaan als het leger des hels. Want hoe werkt God in deze wereld? Hoe werkt hij zijn reddingsplan uit? Doet God dat via de politiek? We hebben natuurlijk een turbulent weekje achter de rug als het gaat om Den Haag. Zie je daar iets van dat God daardoor werkt? Ik wil de politiek niet afschrijven hoor, begrijp me goed. We hebben goede christelijke politici nodig, ook goede niet-christelijke politici overigens, die recht en gerechtigheid handhaven. Maar ik denk niet dat God werkt via de politiek. Of overdrijf ik nou? Werkt God via de wetenschap? Ja, er zijn goede christelijke wetenschappers. En we hebben ook goede niet-christelijke wetenschappers nodig. Al hoop ik dat ze christen worden overigens. Maar werkt God via de wetenschap? Ja,
Werkt God via de economie? Altijd een beetje meer uitgaan van het idee van schaarste. Wat eigenlijk niet zo is, want er is overvloed. Is dat de manier? Hoe werkt God nou in deze wereld? Enig idee? Hoe werkt God nou in deze wereld? Hoe werkt God in Veenendaal? Je weet het wel. Maar ik zit erop te wachten tot u het zegt. Roep maar, via de kerk. God werkt via ons, u, jou en mij. Dat is vast niet nieuw als ik het zeg, toch? Wij zijn de instrumenten van God, het lichaam van Jezus Christus. En zo kijkt God naar u, naar jou, naar mij. En dat is wat de Bijbel ons zegt. En daar maakt Genesis een begin mee. En weet je wat ik nou van de Bijbel ook zo fantastisch vind? Dat is die levensechte beschrijvingen van families, van personen, generaties die leven in verbondenheid met God en met elkaar. En soms staan ze mijlenver van elkaar af. Hebben ze helemaal niks met elkaar. En soms leven ze in nauwe verbondenheid met elkaar. Maar het is leven zegt, want neem nou hier Jacob, de kleinzoon van de bekende godsgelovige Abraham. Maar we treffen hem hier niet aan als een supergelovige. Nee, hij zit in een diepe persoonlijke crisis. En dat door eigen schuld. Met zijn moeder heeft hij zijn vader bedrogen. Zijn broer Esau buitenspel gezet. En deze is vreselijk boos en zint op wraak. Moeder Rebecca wordt hier doodsbang van. En stuurt Jacob dan op zogenaamd huwelijksmissie. Maar haar drijfveer is niet dat Jacob een vrouw krijgt. Maar haar drijfveer is angst. En dan begint Jacob de tocht van zo'n 800 kilometer zonder vervoersmiddel, met een knapzak en een flesje olie, dat zal zijn moeder hem op het laatste moment nog hebben toegestopt, zonder navigatieinstrumenten, noordwaarts, op zoek naar een veilig heenkomen. Hij zit zonder perspectief, het gezin ligt hopeloos uit elkaar. Jacob, die zo op zijn moeder gesteld was, hij was echt een moederskind, die zal hij nooit weer zien. Hij laat alles achter wat hem dierbaar was. Hij wordt een vluchteling, een asielzoeker. En dat door eigen handelen. Hij heeft alles verprutst en verpest. Lieve mensen, misschien is dit herkenbaar. Dat je zegt, het leven, dat is één grote teleurstelling. Ik heb foute beslissingen genomen. Ik heb mensen om me heen bedrogen. Ik ben boos. Ik ben angstig. Ik maak een vlucht vooruit. Maar ik heb geen hoop op beter. En wellicht met alle goede bedoelingen. Jacob had die ook. Hij wilde zo graag de zegen van God ontvangen. Hij had echt een verlangen naar God, naar de liefde van God, naar de nabijheid van God. Maar hij maakt daarbij verkeerde keuzes en de gevolgen zijn ernstig en tragisch. En als hij dan in zo'n identiteitscrisis zo'n 90 kilometer heeft afgelegd en gaat slapen, niet eens naar dat plaatsje Lus gaat om wat onderdak te zoeken daar, maar in de natuur wil slapen en een steen vindt, als een soort kussen die hij wat zacht heeft gemaakt met wat gras of mos. En overgeleverd aan zichzelf. Tijd om na te denken over zijn zonde. En in slaap valt. Dan droomt hij over die ladder. Van God. Naar hem toe. En engelen die opstijgen. En neerdalen over die ladder. Van God. Naar hem. En dan hoort hij de stem van God. En wat doet God dan? Veegt hij hem de pan uit van verdorie Jacob, wat heb je er een zootje van gemaakt? Is dat wat je leest? Nee. Nee, dat is niet wat je leest. Wat zegt God dan wel tegen hem? Dan zegt God, ik ben de Heere,
de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. En dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Genade Gods, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. Voor mij, ja, voor mij. We hebben zo'n genadige, liefdevolle God, mens. Dat beseffen we eigenlijk veel te weinig. En we denken maar dat God er naar ons toe komt en ons de mantel uitveegt en de oren wast. Ik zeg niet, we hebben te maken met een poeslieve God die het altijd aardig vindt wat we doen en altijd ons over de bol aait. Nee, God is ook een God van regels, van orde. Hè? We hebben ook de 10 geboden gelezen. Maar als je God in het hart kijkt, nee, anders. Als we hier in de kerk zitten en we lezen dit gedeelte, dan mogen we weten dat God naar ons toe komt met zo'n ontzagwekkende grote liefde en tegen ons zegt: ik ben je God, ik houd van je. En ik wil dat zo graag heel erg duidelijk naar jullie maken. Lieve mensen, zo is onze God. Gelooft u het? Want daar komt het wel op aan, hè, dat je het gelooft en dat je het ontvangt. En ik vind dat wel een serieuze vraag, als ik dat toch niet retorisch aan u vraag, van gelooft u het? En wie gelooft het nou? Ah, ik zit wat uit te dagen hoor, dat moet ik ook misschien niet doen. Maar ik bedoel, het is wel een serieus ding dat zo onze God is en dat die vraagt om geloof. En dat is wat je hier ziet. He, God vindt zijn kind dat de boel verprutst heeft. Dat. Nou, als dat je situatie is, wat een geluk dat je hier in de kerk zit. Ja, wat een geluk dat je hier in de kerk zit. En mag horen, God is je God. En het is een God van liefde. En hij zorgt voor je. En dat geheim van die ladder, hè, dat is nog wel even van belang om goed te bekijken. Want in het Nieuwe Testament past Jezus die ladder op zichzelf toe. En zegt hij, weet je, die ladder die Jacob daar zag tussen God en jou, tussen God en Jacob, dat was ik. Johannes 1 vers 51, waar staat dat Jezus tegen zijn discipelen zegt: jullie zullen de hemel geopend zien en engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen via, hè, op de mensenzoon. Jezus verbindt hemel en aarde en daarvoor hing die aan een kruis. En ook Jezus was daar bij Jacob in de woestijn, terwijl die het helemaal niet meer zag zitten. Jezus is bij ons, bij u, bij jou, als jij het niet ziet zitten. Als je het lastig hebt, als je jezelf allerlei dingen verwijt, Jezus is bij je. En als je het niet meer weet in het leven, Jezus is er. Als je zit met zonde en schuld, hè, wilt u van zonde en schuld zijn verlost, bevrijd. Nou, er is kracht in het bloed van Jezus Christus. Nou, dat is het geheim van dit verhaal, het geheim van het evangelie. Dat juist daar waar wij het niet zien zitten, Jezus is. En dat hij bij ons is. En dat hij naar ons toe komt en zegt: ik weet waar je zit. Ik weet je situatie en ik houd van je. Ik ben er. Vergeet dat niet. En zegt God in dit verhaal: ik ga met je mee. Je bent niet alleen. Dat denk je misschien wel. Nou, ook al zit je hier in de kerk met heel veel mensen om je heen, dat je denkt, ja, toch, wat ben ik eigenlijk alleen? Nee, God is erbij. Hij gaat met je mee, wat er ook gebeurt.
En zeg je dan, ja, wat werkt dit nou uit? Hè? Want ja, God, hoe gaat God nou met ons om? Het is geen poeslieve God, zo zeiden we net al. Nu, wat je hier ziet in dit gedeelte, en dat is het laatste deel, nou rond ik af. Het waar een onheilig mens de heilige God ontmoet, daar vindt bekering plaats. Daarvan zeg je, en ik wil niet dezelfde zijn. Dan verandert ook dat verlangen in je hart, in je leven. Tenminste, ik hoop dat je dat ook hebt ervaren bij jezelf. Hè? Dat je zegt van, ja, mijn ziel verlangt naar God. Of dat je het wat zo, ja, ik zit hier wat te beuken op de preekstoel, maar dat je zegt, ja, nou, ik verlang naar God. Ik verlang naar God. Toch? Ja, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Eigenlijk moet je Psalm 42 met je laatste adem zingen. Zoals dat hijgende hert, ja, aan de jacht ontkomen, zegt de berijming. Staat nou niet echt in Psalm 42 zelf, maar goed, het is wel een helder beeld. Ja, mijn ziel verlangt naar God. Maar waar een heilig mens, of een onheilig mens, een heilig God ontmoet, daar verandert er iets. En dat zie je terug in dit verhaal, in drie dingen. En daar rond ik mee af. Het eerste is dat Jacob God een belofte doet, vers 20. En dat is opmerkelijk. Hij dacht eigenlijk alleen aan zichzelf, niet aan de belangen van God. En dat verandert bij Jacob. Hij voelt zich met God verbonden. Hij zegt, God, u bent mijn God. Ik wil mij overgeven aan u. Dat is het eerste wat hij hier dan tegen God zegt. Hij legt een gelofte aan God af en zegt, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga en mij brood zal geven en eten en kleren om aan te... Ja, dat is dan wel weer Jacob bij, heeft een hele waslijst en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren. Dan zal de Heere mij tot een God zijn. Dat zegt hij. God, dan bent u mijn God. Dan voel ik mij verbonden met u en met het dienen van u. Dat is het eerste wat hij hier belooft. Nou, dat is niet verkeerd. Hij belooft God eens dingen. Ja, we zijn misschien niet zo van het beloven, misschien wel, maar ja, beloven is aan God wat dingen. Dat je tegen God zegt van God. En het mag ook voorwaardelijk hoor, dat zie je hier ook bij Jacob. Ja, als u God dit of dat doet. Is ook wel weer tricky, moet ik eerlijk zeggen. Je kunt allerlei dingen aan God vragen waarvan je zegt van, ja, is dat nou wel volgens de Bijbel? Dus dat is wel iets om even de Bijbel op na te slaan. Maar ik hoop dat u vooral dan uitkomt bij dat tweede deel van deze conditionele belofte. Dat je zegt, God, u bent mijn God. Wat er ook gebeurt en hoe de weg ook loopt, God, ik beloof u, u bent mijn God. God, dat is het eerste. Het tweede is dat hij zegt, dit is een huis van God, zegt hij. Deze droom is voor mij werkelijkheid geworden. En dit wil ik vasthouden, dit wil ik vieren. Nou, dat, ja, u hoeft geen huis te bouwen, u hebt hier al een prachtig huis van God, toch? Dat is toch een schitterend iets, dat je maar zo op zondagochtend hier in de kerk mag zitten. En bezig mag zijn met dat verlangen naar God. Dat is heerlijk, toch? Of niet? Of vind je dat wat minder? Ja, dat je hier in de kerk zit. Het kan zijn dat je zegt van, ja, ik had ook een spelletje kunnen doen. Hè, van 1001 naar 1002 punten als hoogste score. Hè. Dat zou ook kunnen. Je hebt ook wel jongeren die allerlei doelen stellen, willen winnen of ja, willen werken of weet ik wat. Ik hoop dat je ontdekt dat het mooiste in het leven is dat verlangen naar God. En dat verbonden zijn met God. Nou, daarvoor heb je weinig plek in de wereld. Hè? Waar kun je dat nou meemaken? Ik denk dat dit dan, hè, dat huis van God, de plek is om dat verlangen naar God te beoefenen. Nou, Jacob had niet een kerk, een huis van God. Hij zei, nou, ik ga dat huis bouwen. Mooi verlangen. Nou, misschien ja, ligt er iets op je hart dat je zegt, nou, ik wil een bijdrage leveren aan de gemeente, want je bouwt een kerk toch met elkaar. En dan heb ik het niet over het gebouw hoor, want de kerk ben je uiteindelijk met elkaar als gemeente. En dat je zegt, nou, ik ga eraan bouwen, hè, dat we die warme gemeenschap zijn waar God
zijn liefde boven alles geeft en waar we elkaar kunnen liefhebben als onszelf. Nou, er zijn zoveel mogelijkheden. Ga eens naar de kerkraad toe of vraag eens aan een van de broeders van wat kan ik nou dan doen om dat huis van God te bouwen, want ik heb dat verlangen toch in mijn hart gekregen. Maar Jacob die doet dat. Hij zegt, ik ga dat huis van God bouwen. Dat is het tweede wat hij belooft. En het derde is dat hij zegt, ik wil niet vastzitten aan geld en goed. Ik geef God 10% van alles wat ik heb of krijg. 10%. Nou, misschien zeg je wel, ja, Jacob betaalde geen belasting. En ik heb net een afrekening gekregen en ik moest weer zoveel bijbetalen. Nou, ik noem maar wat. Nou, maar wij hebben wel heel veel, beste mensen. Ik reis nogal wat vanwege mijn werk als diaconaal consulent. Ik zit hier door de week boven, zeg maar, met een aantal collega's die hier zijn. Oh, ik zou niks zeggen, maar we proberen dat in kaart te krijgen, maar wij hebben wel heel veel vergeleken met Afrika of Azië of iets dergelijks. En het kan heel goed zijn dat je zegt van, nou, ik zit toch best wel vast aan geld en goed. Ja, ik maak me zorgen over mijn pensioenkloof, terwijl ik eigenlijk best wel goed kan rondkomen. En ja, ik heb heel veel te besteden, maar ik wil eigenlijk wel meer. En nou ja, dan is er eigenlijk best wel een belangrijke vraag. Van hoe komen we nou wat af van die hebzucht? Hè? Als je geen hebzucht hebt, geen probleem. Maar er zijn ook echt mensen die hebben dat niet. Maar als je dat wel hebt, last van hebzucht, meer willen hebben, krijgen. Hè? Als ik het maar heb, dat beetje. En hoe kom je daar nou vanaf? En hoe kom je nou van je hebzucht af? Ik weet eigenlijk maar één manier. En dat is door je spullen weg te geven. En dan is die 10% niet eens zo'n rare maatregel van God, want het is niet alleen hier. Je moet het weer niet als een nieuwe wet gaan zien. Hè? Dat is beslist ook niet wat ik wil. Maar het is wel een manier om van onze hebzucht af te komen. En van dat altijd meer willen hebben ten koste van, hè, want dat leuke kledingstuk moet dan toch gemaakt worden in Bangladesh. Nou, daar zijn de omstandigheden nou echt niet rooskleurig hoor. Nou, ik kan heel veel voorbeelden noemen. Hè, dat we zeggen, we moeten toch wat terug met elkaar. En hoe doen we dat? Nou, door te geven. En dat is ook een vreugde. Ik hoop dat je dat ook wat ontdekt. De vreugde van het geven aan de ander. Want zo is onze God ook. God geeft. Hè? God geeft vanuit zijn liefde, vanuit zijn hart aan ons. Nou, dat is het derde wat Jacob hier zegt. Hij zegt, ik geef van alles wat ik verdien 10%. En dat geef ik God aan u. Nou, dan zeg je, want wat is hier een verandering geweest? Hè? Wat is hier een verlangen naar God ontstaan? Hier is mijn leven, zegt Jacob. Mijn hang naar welzijn, naar succes, naar vreugde en vrede. Ik geef het allemaal aan u, o God. Een beetje wat Paulus later zei van alles wat mijn winst was, heb ik schadelijk geacht. En dan staat het stellig in de Bijbel, zodat wij onze eigen Bethel zullen hebben. Zo'n heilig plekje op deze gebroken wereld, waar we God loven om wie hij is, waar we zijn woord lezen om wat erin staat, waar we hem beloven toegewijd te zijn met alles wat wij bezitten. Een plek wat een huis van God wordt, ontketend van geld en goed. Een heilige ruimte om te verlangen naar meer van God. Nu, dat u maar zo een eigen Bethel mag hebben, hier in Peniel. En mag ontdekken dat onze God een geweldige God is. En als wij naar God toe bewegen, wij ontdekken dat God al lang naar ons is toegekomen. Nader mijn God bij u, hè? Dat is dat lied wat gaat over dit verhaal. Nader mijn God bij u, zij steeds mijn bezigheid, levenspad soms ruw, gaat u maar mee. Dan kent mijn ziel rust, mij van uw trouw bewust, wacht ik aan blijder kust, uw Sabbat vrij. Amen.
Zullen we samen in dankgebed tot God gaan? Dank u wel, grote God en trouwe Vader in ons Heer Jezus, dat u zo bent, zo vol liefde en zorg voor uw kind Jacob, dat de boel behoorlijk verstierd had. Dank u wel dat u die ladder uitzette naar hem toe en dat u hem vond daar alleen in de woestijn van Juda. Dank u wel dat u hem niet alleen liet gaan, al dacht hij ook dat dat het geval was. Dank u wel dat u hem opzocht, ook al had hij heel veel schuld aan de situatie waarin hij zich bevond. Wat zit daar een evangelieboodschap in? Dat u ons opzoekt zoals we zijn, in de situatie waarin we ons bevinden. Ook als dat een situatie is waarvan we zeggen, dat had ik nooit verwacht. Ik wilde dit niet. En toch is dat mijn leven op dit moment. Als we onszelf verwijten maken en zeggen, dit had ik nooit moeten zeggen, dat had ik nooit moeten doen. En toch is het gebeurd. Wat vinden we het mensen dan moeilijk om met de ander, om met u in het reine te komen. Wat zijn we dan dankbaar met u, Heer Jezus Christus. U bent die ladder die reikt van God naar deze aarde en die ons in God die handreiking doet van verzoening en van genade. Dank u wel dat u, Heere God, zo bent, vol liefde en zorg naar ons. En we willen u vragen, geeft u dat we dat mogen zien, dat mogen geloven. We mogen zeggen, ik zie die poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Genade God, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. Geeft u ons vooral die genade wanneer we het onszelf ontzeggen. Het onszelf niet kunnen toe-eigenen. Er allerlei gedachten in ons hoofd spoken die ons afhouden om ja te zeggen op dit aanbod van uw genade. Werkt u met uw Heilige Geest in ons aller hart en leven. En geeft u ons die overtuiging dat ik mag zeggen, ja, ik geloof dat Jezus ook voor mij kwam. Ik zie in die ladder het werk van de Heiland en dat hij zijn armen uitspreidde, ook voor een zondaar zoals ik. En wekt u dan in ons dat verlangen naar u. Dat we niet alleen hier in de kerk mogen zingen, ja, mijn ziel verlangt naar God, maar dat dat ook door de week het geval mag zijn. Dat we ons toewijden aan u, ons leven, onze tijd, onze mogelijkheden, onze middelen. Ook als dat wellicht toch gaat door weg te geven wat we te veel hebben. Dat we zeggen, ja, we hebben wel vergeleken met andere delen in de wereld of met mensen hier in onze directe omgeving veel meer dan zij. We hebben het eigenlijk over. We hebben de kasten vol, ze puilen uit. We hebben de bankrekeningen gevuld. We hebben vervoersmogelijkheden. We willen dat delen met die ander. Heeft u ons dan de genade, Heere God, om dan ook concrete stappen te zetten en niet over het over te laten aan, ja, het zou wel goed zijn dat. Zo dragen we elkaar aan u op. U kent ons, weet hoe we zijn, hoe we hier deze zondagochtend zijn. We dragen elkaar aan u op. Verbindt u ons met u en met elkaar. Wees u met wie ons lief en dierbaar zijn. Wat kunnen we blij zijn van kinderen of kleinkinderen als we die zien en ontmoeten. Maar wat kan ons hart soms ook ineen krimpen als we denken aan onze kinderen of kleinkinderen in allerlei situaties. We willen elkaar aan u opdragen en dat willen we ook als gemeente.
We willen een gemeenschap zijn die zorg en aandacht voor elkaar heeft. Soms is het zo anders. Geeft u dat we niet zullen wachten tot die ander eindelijk eens bij ons komt, maar dat we initiatief zullen nemen, ons zullen openstellen, dus zullen vragen van hoe gaat het met u, hoe gaat het met jou? We bidden u voor ons land. We noemden de overheid, de politiek, de wetenschap, het economische gebeuren. En we vragen u, wilt u zijn met onze overheidsverantwoordelijken, de regering, de Tweede Kamer? Zegent u hen in de taak die ze hebben uit te voeren om ons land te regeren? Laat dat ook lokaal het geval mogen zijn, dat recht en gerechtigheid mogen worden uitgevoerd. Zo dragen we elkaar aan u op en bidden we u, gaat u met ons als we van hier gaan. Geeft u dat we wat is gehoord ook zullen verwerken. Dat we daar wellicht een gesprek met elkaar over kunnen hebben. Elkaar ook mogen stimuleren om dat verlangen in ons hart te koesteren en tot uitdrukking te brengen. Zo bidden we dit alles en dat in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. Dan zingen we van Psalm 99, vers 1 en 2. God de Heer regeert.
God was hier en gaat met hem mee waar u ook naartoe gaat. Ontvang daartoe zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.